Hallo, vandaag zijn we 24 december, de dag van kerstavond. Maar ook belangrijk, het is ook de start van de RAFA 500. Een challenge waarbij je 500 kilometer rijdt tussen kerst en nieuw. Ik ga vandaag crossen, niet heel veel kilometers, maar toch een goede start. Net een opwarmingsronde gedaan hier op de cross in Balinchem. Het tegenstand lijkt heel zwaar. Er zijn mannen die toekomen met reservefietsen. Het parcours ligt er al beter bij. We zullen zien. Het is een vrij stevige start hier op de cross. De eerste ronde lukt het me goed om mee te volgen, maar hier in het veld ligt het echt zwaar, het is soms heel hard stampen. En naarmate de wedstrijd vorderde, leek het wel of ik geparkeerd stond. Niet aan het materiaal, niet aan het parcours, niet aan het weer, niet aan de bandenkeuze. Ook niet aan de bandendruk, niet aan de supporters. Dus ik denk dat het ligt aan het feit dat ik me aan het sparen was voor de rest van de Festive 500 te rijden. Ik heb nu 30 kilometer gereden, dus nog 470 te gaan. Dat is het belangrijkste, dat ik ook niet gevallen ben. Ik denk niet dat ons maat ze appreciëren moest en zeggen van ik lig in het ziekenhuis met 7 gebroken botten. Dus een beetje veiligheid ingebouwd. En nu genieten van de kerstdish. En nog dus 470 kilometer te gaan.